Daar zit ik dan, in Tokio. De reden dat jij je hier een alien voelt, is waarschijnlijk precies waarom ik me hier fijn voel. Ik ben overal een alien, maar in Tokio heb ik een excuus. Een zichtbaar excuus voor mijn anders zijn, namelijk mijn 1,83 meter lange westerse verschijning. Dat mijn ongemakkelijkheid meestal niet door mijn gaijinheid komt, gaijin is het Japanse woord voor vreemdeling, buitenlander, ontgaat iedereen. Het helpt ook dat mijn autistische eigenaardigheden, zoals het niet aankijken van mensen, mijn afkeer van aanraking en mijn voorliefde voor treinen die op tijd rijden... en daadwerkelijk stille stiltecoupés hier de normaalste zaak van de wereld zijn. De drie maanden per jaar die ik tussen de neonreclames reclames in Japan doorbreng... zijn voor mij een periode van welverdiende rust. Nu is het niet mijn bedoeling een boek vol te schrijven over hoe fantastisch Japan is. Ik kan er uren over doorgaan, want ja, autist hè. Maar daarvoor koop je wat mij betreft gewoon een ouderwetse reisgids. Of kijk je op het nieuwe wetse YouTube de video's van Abroad in Japan... Only in Japan and Begin Japanology. Dit boek gaat over autisme. Circuspaard. Autisme, dat is toch dat je heel snel lucifers kunt tellen en weet dat 7 augustus 1984 op een dinsdag viel? De meeste mensen in Nederland hebben wel enigszins een beeld bij het woord autisme. Heb je zelf autisme of ken je iemand die autistisch is, dan ga ik ervan uit dat je beeld redelijk correct is. Komt je informatie van tv, dan ben ik er minder gerust op. In het tijdperk van advertentieinkomsten, sociale media en mensen met een gemiddelde aandachtspannen van drie seconden, zoeken tv-makers de extreme op. Als er iemand met anorexia gezocht wordt, dan hebben ze het liefst iemand van de 28 kilo. Moet er een tienermoeder op tv? Dan wel eentje die leeft op Euroshopper energiedrank en zelfverdraaide peuken. En gaat het over autisme? Dan graag mensen met drie Duitse steden nagebouwd in modeltreintjes, Eiffeltorens van tandenstokers. Iemand die New York kan natekenen na een enkele helikoptervlucht of anders minstens iemand die bij elke datum razendsnel kan uitrekenen of het toen dinsdag of woensdag was. Autisten op tv zijn vaak een soort circuspaarden. Als dit ook jouw beeld is van autisme, dan moet ik je helaas teleurstellen. De enige reden dat ik weet dat 7 augustus 1984 op een dinsdag viel, is omdat het mijn geboortedag is. Circuspaartalenten heb ik niet. En dat geldt voor veruit de meeste autisten. Daarbij wil ik een uit de hand gelopen hobby ook niet zomaar een talent noemen, want iedereen kan goed worden in Eiffeltorens bouwen als hij daar, wegens gebrek aan werk en sociaal leven, duizend uur in kan steken. Waar de ene autist Eiffeltorens bouwt, worstelt de ander om mee te komen op de werkvloer. Vaak net zo ingewikkeld, maar een stuk minder zichtbaar. Misschien is dat wel mijn talent, normaal lijken. Ik ben er inmiddels best goed in geworden, al zeg ik het zelf. Autisme volgens de DSM-5. De criteria voor een autisme-diagnose worden omschreven in de DSM-5, de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, editie 5, ofwel het Grote Jonge Woudlopers Handboek, maar dan voor psychiaters. DSM-5, klassificatiecriteria voor de autismespectrumstoornis: A. Persisterende deficienties in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties, zoals actueel of uit de voorgeschiedenis blijkt uit alle drie de volgende kenmerken. De voorbeelden zijn bedoeld als illustratie en geven geen volledig beeld. 1. Deficienties in de sociaal-emotionele wederkerigheid. Variërend van bijvoorbeeld op een abnormale manier sociaal contact maken en niet in staat zijn tot een normale gespreksinteractie, het verminderd delen van interesses, emoties of affect, tot een onvermogen om sociale interacties te initiëren en te beantwoorden. 2. Deficienties in het non-verbale communicatieve gedrag dat gebruikt wordt voor sociale interactie. Variërend van bijvoorbeeld slecht geïntegreerde en verbale en non-verbale communicatie, abnormaal gedrag bij oogcontact en lichaamstaal of deficienties in het begrijpen en gebruiken van gebaren, tot een totaal ontbreken van gezichtsuitdrukkingen en non-verbale communicatie. 3. Deficienties in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties. Variërend van bijvoorbeeld problemen met het aanpassen van gedrag aan verschillende sociale omstandigheden, moeite met deelnemen aan fantasiespel of vrienden maken, tot afwezigheid van belangstelling voor leeftijdsgenoten b. Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten, zoals actueel of in de voorgeschiedenis blijkt uit minstens twee van de volgende kenmerken. 1. Stereotypen of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of gesproken taal. Zoals eenvoudige motorische stereotypien, speelgoed in een rij zetten of voorwerpen ronddraaien. Echolalie, idiosyncratische uitdrukkingen. 2. Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, Inflexibel gehecht zijn aan routines of geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag. Bijvoorbeeld extreem overstuur bij kleine veranderingen, moeite met overgangen, rigide denkpatronen, rituele wijze van begroeten, de behoefte om steeds dezelfde route te volgen of elke dag hetzelfde te eten. 3. Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn. Bijvoorbeeld een sterke gehechtheid aan of preoccupatie met ongebruikelijke voorwerpen, bijzonder specifieke of hardnekkige interesses. 4. Hyper- of hypoactiviteit op zintuigelijke prikkels of ongewone belangstelling voor de zintuigelijke aspecten van de omgeving. Bijvoorbeeld duidelijk ongevoelig voor pijn en/of temperatuur, een negatieve reactie op specifieke geluiden of texturen, excessief ruiken aan- of aanraken van voorwerpen, visuele fascinatie met lichten of beweging. C. De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode, maar kunnen soms pas volledig manifest worden wanneer de sociale eisen de begrenste vermogens overstijgen. Of kunnen worden gemaskeerd door op latere leeftijd aangeleerde strategieën. D. De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen. E. De stoornissen kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking, verstandelijke ontwikkelingsstoornis of een globale ontwikkelingsachterstand. Kort samengevat komt het erop neer dat iemand met autisme problemen met communicatie en sociale interacties heeft en typische gedragingen of interesses. Dit moet altijd al zo geweest zijn: je moet er echt last van hebben en er is niet een andere onderliggende oorzaak. Ik ga later in detail in op de genoemde symptomen, maar ik heb alvast één puntje van kritiek. Deze lijst gaat overduidelijk uit van de neurotypische niet-autistische mens. De beperkingen in communicatie en sociale interacties staan als belangrijkste kenmerken bovenaan omdat dat is wat een buitenstaander als eerste ziet. Natuurlijk, die buitenstaander in de hoedanigheid van psychiater is ook degene die de diagnose moet stellen. Maar als je aan mensen met autisme vraagt waar ze het meest last van hebben, dan is het vaak over prikkeling, het laatst genoemde punt in categorie B, waar ze als eerste mee komen. Mijn ass. Als je nu denkt: ik hoor over autisme, maar ook over Asperger, ASS, BDD-NOS, wat is dat dan allemaal precies? Sinds de DSM5 wordt alles autisme-spectrumstoornis genoemd. Asperger en PDD-NOS bestaan dus niet meer als diagnose, maar zijn opgenomen in de overkoepelende term autisme. ASS, AS, is de afkorting van autisme-spectrumstoornis. Maar omdat ik het nogal vreemd vind om over mijn AS te praten, hou ik het bij autisme. Multidimensionale vectorruimte Autisme wordt een spectrumstoornis genoemd, wat aangeeft dat de stoornis een verloop betreft van... Laag functionerende tot hoog functionerende autisten. Dit is echter een iets te rechtlijnige voorstelling van zaken. Want iemand die niet praat, maar wel complexe computermodellen bouwt, is dat een hoog functionerende of een laag functionerende autist? De capaciteiten van autisten zijn vaak disharmonisch, wat simpel gezegd inhoudt dat ze ongelijkmatig zijn verdeeld. Wie meelijkt te komen in het dagelijks leven ervaart misschien wel mentale problemen die het leven nagenoeg ondraaglijk maken. Autisme is dus niet per se een lijn van 0 tot 100. Eerder een multidimensionale vectorruimte. Zoek dat maar op in de wiskundeboek. The Theory of Mind. En waarom hij shit is. Een klein meisje zit tegenover een strenge dame met een geruit jasje aan. Haar ouders hebben haar verteld dat ze gaat spelen. Maar in plaats van te mogen kleuren, moet ze naar deze mevrouw luisteren. De vrouw heeft twee plastic poppen in haar handen. Dit is Sally, zegt ze, terwijl ze de ene pop aan het meisje laat zien. En dit is Anne. Sally heeft een knikker in een mandje. Anne heeft een doosje. Het meisje vraagt zich af waarom. Op een dag spelen Sally en Anne met de knikker in hun huis, zegt de mevrouw in het geruite jasje. Het meisje is verwaard. Ze ziet geen huis. En ze begrijpt ook niet op welke dag Sally en Anne dan spelen. Voorlopig wordt er helemaal niet gespeeld. Ze wil nog steeds kleuren. Sally gaat nu naar buiten, zegt de vrouw. Het meisje kijkt naar haar lippen. Ze heeft lippenstift op. Oranje. De vrouw legt pop Sally onder de tafel. Het meisje begrijpt er niks van. Ze ging toch naar buiten? En is stout en verplaatst die knikker naar haar doosje, zeggen de oranje lippen. Het kleine meisje schrikt. Stout zijn mag niet. Ondertussen tilt mevrouw Oranje Lippen Sally weer boven de tafel en vraagt vervolgens aan het meisje: Waar zoekt Sally naar haar knikker? Het meisje denkt na: Wat gebeurt hier allemaal? Waarom zoekt Sally naar haar knikker? Is ze hem kwijt? Voorzichtig kijkt het meisje in de richting van het mandje. Oranje lippenstift reageert niet. De knikker zit in de doos, dat weet het meisje wel. Waar zoekt Sally naar haar knikker? Vragen de lippen nogmaals. Als ze de knikker wil vinden, dan moet ze in de doos van N kijken, denkt het meisje. Ze wijst voorzichtig naar de doos. De onderzoekster lijkt tevreden met dat antwoord, want ze gaat door met de volgende vraag. Het meisje wil nog steeds kleuren. Iets met oranje. Een mandarijn. Of de zon, s'avonds. Het meisje heeft autisme. En volgens dit onderzoek ontbreekt het haar aan Theory of Mind. Verder luisteren? Ga naar